ouders mij hier zeker nog zullen staan. Ze hebben mij gevraagd om iets te vertellen over de nestenhouderij, de problematiek waar wij tegenaan lopen, waar wij nu nog steeds met hem in zitten. En dat ga ik doen. Maar laat mijn verhaal ook een waarschuwing naar jullie toe zijn. Wat dit kabinet wil, is afspraken maken met jullie over halvering, of hoe we dat willen noemen, van de veehouderij. Ik kan jullie vertellen, in 2004 hebben ze onze afspraken gemaakt. Dat wij een plan van aanpak moesten doen, halveren van de nesten, halveren van de kooien, noem maar op. Dat zou in 2014 klaar zijn. En wij waren klaar. Maar in 2013 is onze nek omgedraaid. Niet meer en niet minder. Ze hebben ons keihard in de steek gelaten. En zijn een stelletje laffe herders zo langzamerhand. Geen afspraken maken over halvering van de dieren. Geen één dier minder in Nederland. En net wat Missie al zegt, dan lees ik op Facebook. Wij staan achter de boeren. Wij doen dit. Wij willen jullie helpen. Al die partijen die net heel hard hebben geroepen. SGP net zo. PVV van de heer Wilders met meneer Graus. Net zo. Die hebben getekend voor een fokverbod hier in Nederland, wat inhield dat onze bedrijven 0,0 waard waren. Onze pensioenen compleet naar de bliksem. Footsie. Je huis, footsie. En wat zeggen ze dan? Dan pak je je bedrijf niet af, alleen je mag geen dieren meer inhouden. Nee, zelfs de beste minister, ik pak je huis niet af, alleen je mag meer wonen. Laat dan maar eens zien wat jouw huis waard is. 0,0. Worden. En is een kleine subsidieregeling. Ja, dat zal. U precies meneer. Het is een één groot lachetje. Het is geen subsidieregeling. Ze brengen ons 10% minder schade toe. Niet meer en niet minder. Het is één groot kapitaalvernietiging. Terwijl wij overal aan de wet deden, alle welzijnsnormen hadden, alle afspraken na zijn gekomen. Maar er is één iemand die de afspraak niet nakomt. En dat is onze regering. En in deze wet staat ook dat we een tussentijdse evaluatie zouden krijgen. 10 jaar tijd is dus 5 jaar. We zitten dus in 2019, dus die evaluatie hadden we in 2018 al willen hebben. Dat durft onze minister niet aan. Ik snap al waarom. Dan komt ze erachter dat deze hele wet een wassen neus is, een schande voor Nederland is. En dan moet ze terug naar de Tweede Kamer om eigenlijk te gaan vertellen dat ons naar hun linkse politiek, ja eigenlijk kunnen we dit niet maken. Het is een grote schande. Maar dat durft ze niet. Ze wil dat pas in 2024. Dan ben je te laat. Dan zijn alle netse fokkers al uit het land of naar andere landen. En helaas zullen er misschien een aantal fokkers al niet meer zijn. Maar er zijn al slachtoffers gevallen waar ik van durf te zeggen dat dat door deze wet komt of het vervolg van deze wet. Het is een grote, grote schande. Dus nogmaals, ik daag alle politieke partijen uit om binnen een 2 weken met mij om tafel te gaan en met mijn sector. Om hier beter uit te komen met elkaar. Zal dat niet gebeuren, komen we hier zo weer naartoe. Yeah! Maar we hebben nu laten zien dat we achter elkaar kunnen staan. Ik heb dit niet durven dromen dat we met zoveel mensen hier in Den Haag zullen kunnen staan. En ook voor mijn kleine sector kunnen vechten. En ik ben super blij dat jullie... Waar kom ik toch in terecht? Lege voertuigen, politie's, helikopters. Wie denken ze in Den Haag wel wie wij zijn? Hardwerkende mensen. Waar ze hier potverdikkie voor in Den Haag elke dag vreten op het bord hebben. Dat zijn wij. Bij deze dag die minister uit. Binnen 2 weken wil ik een evaluatie hebben van onze wet die hier is. Zo niet zullen die dus weer staan. Alle andere politieke partijen. Van de SGP net en straks op meneer Boudet. Binnenkort kun je met mij op tafel gaan zitten. Niet meer in november en december, we zitten in een heel drukke periode. Binnen 2 weken, dus voor 1 december of 1 voor november, wil ik met jullie om tafel. Kun je me zien zo? Helemaal goed. Meneer, komt niet eens maar, zeg ik altijd. Ja? Die afspraak maak ik. Ik vind het nou jammer dat mevrouw Schoten hier niet bij is. Van de Christelijke Partij op zijn van de steek laten. Maar dan waarschuw ik nogmaals aan jullie toe. Geen één dier minder hier in Nederland. Laat je alsjeblieft niet in de maling nemen.
En nog één vraag, minister. Ik heb een vraag van mijn dochter. Ik hoop dat u die kunt beantwoorden. 4 weken terug ging ik op zondagmorgen reden met mijn auto naar het bedrijf waar mijn dochter graag meegaat om onze dieren te verzorgen. Maar mijn dochter vroeg, papa, komt het als wij einde van dit jaar onze nesten weg moeten doen? Dat u veel minder goed te pas bent. Dat je vaker boos bent aan de telefoon. Dat opa en oma veel verdriet hebben. Heeft dat daarmee te maken? Nou minister, u bent welkom dinsdag op mijn dochterse verjaardag om mijn dochter dat uit te gaan leggen. Ik durf het niet en ik kan het niet, maar u bent er verantwoordelijk voor. U bent dinsdag hartelijk uitgenodigd en krijgt een taartje en een kop koffie.